In Bozar in Brussel opent dus de tentoonstelling Con Amore, een tentoonstelling over het leven en het werk van Hugo Claus, samengesteld door Mark Didde. Mark, was jij een vriend van Hugo Claus, dat jij dit gemaakt hebt? Ik vind dat een moeilijk woord, vriend. Ik gebruik dat spaarzaam. Ik denk, men zegt, je mag blij zijn in je leven als je 4 of 5 vrienden, vriendinnen hebt. Dus ik ben er ook spaarzaam mee, maar ik heb hem goed gekend. Ik was een kennis. En hij was ook altijd zeer vriendelijk tegen mij. Je hebt stage bij hem gelopen, hè? Daar is het begonnen. Ja, ik las zijn boeken al als late puber, maar ik verstond er niet veel van. Maar ik was uitgedaagd door iemand die de Oostakkerse gedichten lag op de boekenbeurs. En hij zei, dat is goed, zegt mijn vader, zei die jongen. En ik las dat op en ik verstond daar niks van. Maar ik heb dat toch gekocht. Dus dat lag wel in mijn leven. En op een bepaalde dag zat ik op het rits en moesten wij een stageonderwerp kiezen. En iedereen zei, ik wil bij de VRT komen stage doen. En ik vond dat helemaal oké. Maar ik dacht, misschien is het ook wel een moment om eens over de grens te gaan. En Claus werkte op dat moment in Amsterdam, in de Schouwburg, als regisseur en schrijver. En ik heb hem aangeschreven. Denkende, ofwel antwoordt hij niet, ofwel antwoordt hij mij zot. Maar er kwam een heel vriendelijke brief dat ik welkom was. Toen ben ik op het treintje gestapt en ben ik daar 6, 7 weken naast gaan zitten op een stoel. Wat eigenlijk een enorme stage is, omdat je iemand die je ten eerste bewondert, iemand die veel talent heeft en multitalent, dus schrijver, regisseur, schilder ook, want zelfs in het regisseren gebruikte hij de beeldtaal ook. Ik heb daar stilzwijgend 6 weken op een stoeltje gezeten. Ik dacht, ik zal koffie moeten gaan halen, maar zelfs dat moest ik niet doen. En s'avonds mocht je dan ook wel eens mee in de kroeg en zo. En dat is wel een enorm facet om iemand te leren kennen, maar toch zou ik niet durven zeggen, hij had andere vrienden. Louis-Paul Boon was een echte vriend van hem. Roger Ravel was een echte vriend van hem. Bepaalde acteurs en actrices, zoals Jan de Klerk, ze waren vrienden. Ja. Maar heb je hem nadien nog ontmoet, na die 6 weken? Dat is het mooie aan dit verhaal. Het leven is dan verder gegaan, voor mij ook. Ik ben eerst journalist geworden, dan filmregisseur, dan scenarist, dan docent. Dus, maar in al die lange parcours, nog meer dan 40 jaar, kwam ik hem regelmatig tegen. En dat was altijd hartelijk. En gek genoeg wist hij dat nog. Ik dacht dat hij mij niet eens nog herinnerde van in 1972. Maar de eerste keer dat we elkaar echt spraken, eind jaren 70, begon hij over een thesis die ik geschreven had. En dat vond ik heel vreemd, dat iemand met zoveel aandacht en zo'n druk leven een student zijn thesis heeft gelezen en hem daar ook nog over aanspreekt. Dan heb je indruk gemaakt, hè, Mark? Ja. Het is een heel moeilijk figuur om te vatten, hè, want hij komt eigenlijk als West-Vlaming van eenvoudige komaf. Hij zit in intellectuele kringen, ook in de jet-set, hè, met Sylvia Christel bijvoorbeeld dan en zo. En dan lees ik ook bijvoorbeeld dat hij elke dag naar thuis keek. Ja, dat was het. Een van de dingen die mij in hem aanstaat is ten eerste zijn dat hij wars is van alle pretentie en academisme. Hij is een self-made man, een autodidact. Hij zwierde niet met diploma's. Hij kon gewoon van alles. En hij was ook heel vriendelijk. Dat zag je. En daarom heet met de tussen ook Con Amore. Je zag dat op een filmset. Als de hoofdacteur toekwam, of de actrice, dan begroette hij die, sloeg daar een praatje mee. Maar als de 16e technicus binnenkwam, praatte hij daar ook mee. Ja, ik heb hem 1 keer ontmoet, Mark. Proficiat. Ja, ik heb het geluk gehad. Ik was wel onder de indruk. Ja, daar eigenlijk niet naast kijken. Hij was iemand met, dat is een woord, charisma. Als je wilt weten wat dat betekent, kijk dan naar iemand als Hugo Claus. In kamer, de schoonste vrouwen, hè? In kamer met 200 mensen, Claus kwam binnen, dan zag je hem. Ja. En die vrouwen, daar heeft hij vaak over verteld dat dat overdreven werd. Want natuurlijk zat hij 8 uur per dag op zijn bureau. En die vrouwen, die zag je als hij in een bar verscheen. Maar als hij 8 uur zat te schrijven, waren die vrouwen er niet. Maar hij zei ook, ik heb een beetje pretentieus, maar tussen aanhalingstekens, bij hem was er ook al een spelelement. Hij zei, ik heb er nooit iets voor gedaan. Ik vind het veel te vermoeiend, vrouwen verleiden. Die kwamen altijd bij mij. Maar ze kwamen als vliegen op een pot honing, hè? Zo, het is mooi dat een pot honing zegt. Ja, dat is waar. Maar het is wel zo dat hij een charmeur was. En dat werd ook gevoeld op zo'n filmset. Als je tegen een technicus van wie je weet dat hij een supporter is van de Buffalo's, van de Gantoise. Als je op een maandagochtend vraagt, en hebben ze goed gespeeld gisteren? Ja, dan ben je maakt meteen een andere sfeer dan te zeggen, ik ben hier Hugo Claus en ga eens opzij. Ja. Waarom was hij dan zo'n grootmeester volgens jou? Waarom wijt hij daar een tentoonstelling aan? Dat zijn veel vragen tegelijk, maar ik zal toch kort antwoorden. Waarom hij? Omdat hij echt een van de schrijvers is, een van de weinigen die dat hele pakket heeft in ons. Andere schrijvers zou je een literaire tentoonstelling kunnen
houden. Een soort kast waarin manuscripten liggen of zo. Mijn tentoonstelling is helemaal anders opgebouwd. Het is een belevingstentoonstelling. Je hoort Klaus, je ziet filmpjes waar hij inspeelt. Je ziet filmpjes die hij geschreven heeft. Je hoort muziek die hij graag hoorde. Je ziet schilderijen van zichzelf, van zijn vrienden. Er is een totaalpakket. Je leert de man kennen als je gaat kijken. En ook thans, hij wordt nog weinig gelezen. Mark, je zei net al, voor jou, ja, het is een van de grootste schrijvers en dichters van ons land. Hè. En nochtans las ik een column van Hugo Kams, die een paar dagen geleden schreef dat in de boekhandel zijn dichtbundels niet meer verkocht worden. Het Verdriet van België, zijn grootste werk, lag daar niet in de winkel. In de scholen wordt hij nauwelijks nog gelezen. Ik zal daar twee dingen op zeggen. Je moet niet alles geloven wat Hugo Kamps zegt. En ten tweede, dat gaat altijd met golven. Uitgevers hebben mij verteld dat bij de dood van een schrijver plots altijd een piek van populariteit komt. Want een heleboel mensen denken dan, daar wil ik toch iets van lezen. Dan gaat dat weer liggen. En dan is er vaak een generatie die overgeslagen wordt. Je hebt dat ook in Nederland met Mulisch, Wolkers, Hermans. Die worden op dit ogenblik door jonge Nederlanders ook niet gelezen. En dan moet er weer iets gebeuren, zoals een film of een tentoonstelling of een herdenking. En dan komt dat terug. Dus volgende week, woensdag, ja. Al die boeken zullen opnieuw in de boekhandel staan. Ik weet dat uit eigen bron dat ze nu boeken aan het bestellen zijn in veel boekhandels en dat de meesterwerken er zullen staan. Het Verdriet van België is geniaal trouwens. En daar komt nog een mooie catalogus bij die wij gemaakt hebben. En die heet ook Come l'amore, omdat dat toch voor mij de belangrijkste insteek is. Het is helemaal geen moeilijke tentoonstelling. Iedereen is welkom. Je hoeft geen Klaus-kenner te zijn. Er is van alles te zien. En het is ook, mijn geheime droom is dat er een meisje van 16 jaar zou doorlopen. Het mag ook een jongen zijn. Ik kan doen alsof. Die niks van Klaus weet en die bij het verlaten van de laatste zaal denkt, oh, van die man wil ik eens iets lezen. Ja. Dat is zo'n geheime droom die ik heb. Maar iedereen is welkom. En Bozar is een paleis met vele zalen. Ondertussen zijn er nog andere tentoonstellingen. Ja, dus je kan er eigenlijk een daguitstap van maken. Dat vind ik wel. Ja, in elk geval, elk jaar was het toch even, toen hij leefde, de adem inhouden. Gaat hij nu die Nobelprijs voor literatuur winnen of niet? Hè? Heeft hij nooit kunnen meemaken, de brave man. Was hij daarmee bezig? Wel, hij zei van niet, maar ik denk van wel. En bovendien, de Academie van de Letter laat weinig in haar papieren kijken. Dus het zijn geruchten. Je weet niet of ze hem echt genomineerd hebben. Ik weet dat hij de laatste jaren van zijn leven, omdat hij in die dagen constant werd gebeld, als een soort sportwedstrijd zou uithalen of niet, meestal verdween. Ik ben eens tegengekomen op de trein naar Parijs. Ik zat in tweede klas en hij in eerste. En toen ik naar het toilet ging, liep ik langs hem en hij zei, ik zeg, ga ook naar Parijs. Ja, ik wil gewoon 3 dagen niet thuis zijn, want ze gaan mij overal bellen, de hele tijd bellen. Dus ik kom. Het was wel mooi geweest, hè, Mark, in West-Vlaming, die de Nobelprijs zou winnen. En het is de eerste, het had volgens mij ook verdiend. En of wij, zelfs een Oost-Vlaming had hem volgens mij verdiend. Hij heeft gewoon heel goede boeken geschreven. En er zijn al zeker winnaars geweest die volgens mij minder interessant waren. Maar anderzijds is het een prijs en is die academie die beslist. Het is geen wedstrijd. Mm-hmm. Wij kunnen niet zeggen, oh, de tweede had eigenlijk de eerste moeten zijn, want we weten niet de tweede was. Maar ik vind wel, dat zou voor ons land mooi geweest zijn. En hij, van zijn, zoals ik al zei, een redelijk kleine komaf, zou dat wel fantastisch zijn. Dat een drukkerszoon uit Kortrijk, die eigenlijk begonnen is met zijn vader te helpen met heilige beeldjes te drukken. Daar zegt hij dat hij de liefde voor het woord, maar ook voor de gedrukte inkt, de geur van een drukkerij, hem inspireerde om schrijver te worden. Dat zo iemand dan door een heel leven gaat, films maakt, toneelstukken maakt, schildert, met filmsterren omgaat en dan uiteindelijk toch een soort beloning krijgt voor dat werk. Want we vergeten bij Hugo Claus soms dat naast de mondaine figuren, naast de imposante showbizman bijna, dat er ook een heel gewone man zat. Hij luisterde in zijn vrije tijd gewoon naar K3. Hij kende K3 en hij luisterde ook in functie van een van zijn films, bijvoorbeeld De Verlossing, weet ik. Daar zingen de acteurs, Peter van Begin, Jan de Cler, Gilda de Bal, samen Hey ja mama. En daar was hij wel heel duidelijk in dat het dat liedje moest zijn. Karen Dame komt straks, ze zal blij zijn om dat te horen. Het is hetzelfde met de televisie. Hij kijkt niet alleen naar highbrow-programma's. Hij was een beetje verslaafd aan thuis. Ja, dat is ook de verteller in hem die dat wil weten waarschijnlijk. Plus, dat is ook zijn voedingsbodem. Als je Klaus zijn boeken leest, daar zit altijd veel volksheid in. Hij kent het volk. Ja. Ja. Ik heb van Hugo Claus geleerd dat je geen mayonaise mag maken als je je regels hebt, want dan schift de mayonaise. Dat staat in dat het Verdriet van België. Dat werd gezegd in West-Vlaanderen. Dat werd het Verdriet van België. Persoonlijk bevestigen. Ah, is het echt? Om technische redenen. Maar ik
Het is, hij wist alles. Dat ja. is, als je met hem ooit zat te wachten op een filmset, dan gaf hij les in alles. Wanneer heb jij hem voor het laatst gezien? Want ja, op 18 maart, 10 jaar geleden, heeft hij euthanasie gekregen. Ik heb hem enkele weken van zijn dood, ben ik eens bij hem een glas champagne gaan drinken. En ik wilde toen niet geloven dat het de laatste bezoek zou zijn. Dus ik heb ook het. Niet gedaan als... Nee, dat was nog een etentje na. Ik was ook uitgegaan op een etentje, daar ben ik niet geweest. Uit een soort lafheid, maar ook uit een soort... Lafheid tussen aanhalingstekens. Ik wilde dat niet meemaken. Ik wilde niet... Ik had liever de herinnering aan de voorlaatste keer. Toen ik een leuke glas champagne heb gedronken en toen hebben we nog over rare dingen gepraat, zoals voetbal en Chinees eten en cinema. En het woord dood of zo is nooit voorgekomen. Nee, dat heeft hij niet besproken. En daar was ik wel opgelucht dan door de straat liep, ja. achteraf. Alle 16-jarigen in Vlaanderen en omstreken, maar ook oudere dames en heren, ga allemaal naar Con Amore kijken vanaf 28 februari tot 27 mei in Beaux-Arts in Brussel. Mark Dede, bedankt.